Skitnetters. Imea en ik hebben even een half uurtje niks te doen. Dus we dachten, hoe leuk zou het zijn om nog eens iemand te prankcallen? Dus we gaan bellen naar een binnenspeeltuin. Ja. En ik ben uw nichtje. Ja. Toch? En mijn nichtje is haar Vulerta kwijt. Het is gewoon een random woord, maar wij moeten dus wel overtuigen dat dat wel gewoon echt iets is. Ja. Oké. Sorry alvast. Hallo, Peter. Hallo, u spreekt met Nathalie. Ik heb eigenlijk een klein vraagje. Ik ben gisteren met mijn nichtje bij jullie komen spelen. En ja. Zij is haar Vulerta kwijt. Wat is ze kwijt? Haar Vulerta. Zij heeft dat wel echt nodig. Dus ik vroeg mij af of jullie een keer konden kijken of dat bij jullie ligt. Oei, en waar hebben ze gezeten? Hebben ze het gevonden? Schatje, ik ben nog gaan vragen. Ja, sorry, ze is hier nu bij mij. Maar ik denk ergens aan de schommel. Ik zal eens gaan kijken en bel dan binnen een kwartier. Ja, maar ik heb nodig. Wacht, Lisa, wacht. Ik heb anders een voorstel. Kunt je niet gewoon zeggen tegen haar dat je het gevonden hebt, dat ze tot rust komt? Want ik wil hier nog een... Ja, ik zal haar even geven, hè, mevrouw. Ja, oké. Oké, kijk, Lisa. Ja, ik heb het gevonden. Hallo. Hallo. Ja, ik heb het gevonden. Hallo. Oh, zeker. Ja. Oké, maar mag ik het komen halen? Ja, dat komt er maar halen op je tijd. Oké, dank ja. U. Dank ja. U, mevrouw. Tada. Mijn stem veranderde 10 keer. Ik heb 10 verschillende dialecten. Zij heeft dat zo goed gedaan. Mevrouw van de leuke speeltuin daar ergens. Sorry. Maar wij vonden het heel leuk. En als je onze Vulerta nog zou vinden, breng ik eens binnen. Ja, hè? Ik kan die opsturen naar kindertekening 1043 Brussel. Bedankt.